Daar kom ik en dat is toch denk ik in de Tilburgse stadspolitiek wel een heel markant moment bij het afscheid van Bart van der Kamp. En ik heb een hele lange toespraak meegekregen. En omdat ik weet dat je daar niet van houdt, ga ik hem ook niet houden, want ik praat toch maar een beetje uit mijn hart. En toen wij elkaar leren kennen, dacht ik, wat een hoekige, stevige man. Een man die dus echt het hele vak van politicus kent. En ook aanwezig is als hij er moet zijn. Maar ook wat een kei van een volksvertegenwoordiger. Iemand die de stad als zijn duimpje kent, maar ook de mensen opzoekt in die stad. En helemaal niet te beroerd is om daar extra uren en extra meters voor te maken. Kortom, een raadslid wat je je toewenst als burger in een stad. In een stad waar veel moet gebeuren om de stad bij elkaar te houden. En waar de drang tot verandering hier in de raad groot is. Maar uiteindelijk je toch altijd je moet verbinden met mensen die ons nodig hebben. En die vind je niet hier, maar die vind je in de stad. Ik denk dat we daar echt oprecht blij mee mogen zijn, Bart, dat je in al die jaren, en in die 13 jaar is er heel wat gebeurd, ook hier in de zaal. Wethouders kwamen en wethouders gingen, burgemeesters kwamen en burgemeesters gingen. Er waren colleges met de SP en er waren colleges zonder SP, maar onverstoorbaar heb je altijd vanuit het belang voor de mensen, vanuit jou herkenbare politieke opvatting meebestuurd aan onze stad. Ook als mentor en op een gegeven moment nestor, ook als plaatsvervangend voorzitter. Want als ik soms wat over de hil ging in een raadsvergadering, dan zat je achter in de zaal altijd even te kijken en dan greep je in en zei nee, zo moet het wel. En dat heb je ook altijd op een hele chique manier gedaan. Dus ik heb ook veel van je geleerd als het gaat om hoe ga je met zo'n 45-koppige raad, ik wil niet zeggen een 45-koppig monster, maar hoe ga je met 45 individuen die allemaal met hun eigen strevingen in de raad zitten om. De stad is je daarvoor dankbaar. Wij, zoals we hier zijn, zijn je ook daar enorm dankbaar voor. Maar nou kom ik op een onverwachte wending in mijn betoog. En dan moet ik eigenlijk iets anders doen. Want dan, kijk, hier staat dan op het wapen van de stad. Maar ik draai hem nu om. En dan staat hij het wapen van ons land op. Want Bart, jouw werk hier in Tilburg is ook de koning niet ontgaan. Ik ken de goede contacten van de SP met het Konings. Met het Koningshuis. En eerlijk gezegd hebben wij natuurlijk even gebeld. En toen de koning wist wat je allemaal gedaan had, ik heb een groot genoegen dat ik je kan meedelen dat het de koning behaagd heeft om jou een onderscheiding toe te kennen als lid van de Orde van Oranje Nassau. En onder daverend applaus met al onze herkenning krijgt jou die opdracht.